www.deboodschap.today. Douaneleiding weerspreekt persbericht Lucky Store. Naar aanleiding van berichten verschenen in de media waarbij de leiding van de douane is geciteerd door de eigenaar van Lucky Store en verklaringen van de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, wenst de douaneleiding als volgt te reageren. Het is geheel ongepast en beneden normen van fatsoen dat personen anders dan de dienstleiding een verklaring geven namens de douaneleiding. Verklaringen van de dienst worden door de dienstleiding zelf uitgegeven en niet door derden. Daarnaast zijn de verklaringen in DWT Online van 17 maart 2019, waarin de dienstleiding zou zijn aangehaald, geheel onjuist. In het geval van duty-free shopping is de aanvraag van Kirpalani gegund na een intensief proces waarbij de onderneming voldeed aan de voorwaarden. De onderneming heeft intensief gewerkt met onder andere het technisch en ICT-team van de douane om aan de normen te voldoen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.